Hi, goedenavond is het voor mij, maar goeiedag. Leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje. Dit is de laatste lippencollectie die ik doe. Ik doe niet de lippenpotloden, want die zijn allemaal een beetje nude-bruin in variatie. Dit zijn de restantjes lipproducten. En dan doe ik nog één filmpje met alle oogproducten. Die laat ik globaal zien. En verder, ja, niet. Ik weet ook niet hoe dit gaat. Ik ben een beetje in een dipje geraakt. En de dieren zijn onrustig, want wij hebben van de week onze oudste hond Guus laten inslapen. En dit was de eerste keer dat we zoiets hebben gedaan. Hij was 11 jaar en bijna 8 maanden. En dat is voor een Bernese hond echt wel heel oud, maar toch, het blijft wel je dier, zeg maar. Dus we missen hem heel erg. En het komt een beetje binnen vandaag op een of andere manier. Maar we beginnen met een klein bakje met de restantjes van lippotloden. Dag, Lulu. Ja, hè? Maar zoeken. Dit is een Revolution lipstift die ik nog niet eerder heb gezien. En dit is denk ik de kleur chauffeur. Maar dat staat nergens op. Dit is een matte lipstick. Ja, ik denk dat dit chauffeur is. Dan heb ik hier iets van Max Factor. Oh, dit is een soort gloss. Als je wat hoort, Lulu is aan het drinken. Dan heb ik deze van Catrice. En dit is dan een multi-talent primer product. Maar goed, die ga ik wegdoen, want dat werkt niet. En dat heb ik ook niet meer nodig. Dat gebruik ik gewoon niet. Dit is de lipstick van Collection, volgens mij. Ja, Collection. En dit is de kleur China Rose. Sorry voor het licht, maar het is nu even bijna 7 uur 's avonds. Dus we moeten het even met het gewone licht doen. Dit is van Flower Beauty. En dan heb ik er nog een van Revolution. En ik heb niet mijn eigen bril op, dus ik kan het niet allemaal heel goed lezen. Oh, dit is een rode. Dus dat was één bakje. Dan hebben we nog een bakje, een klein bakje van Elf. Dit zijn de Ciro lippenstiften en dit is Dirty Talk. En dan is dit kunnen we dat zo lezen? Drive, denk ik dat er staat. Dan heb ik een liquid lipstick van, of een lipsteen is het eigenlijk meer, van Elf. En dan heb ik twee lipglosses. Dit is de Plumping Lip Gloss. Is heel licht roze, of licht beige eigenlijk. En dan heb ik dezelfde, maar die is dan volgens mij wel wat rozer. Maar ik denk dat je dat verschil. Nou,
Deze is amper te zien. Hoe zat dit er nou in? Het zat er net toch gewoon goed in. Zo. Goed. Dan heb ik hier een grote la met eigenlijk alle lippennen die ik heb. Dit is de Pout Perfect van Soeva. Dat is gewoon een heel groot potlood. Maar heel mooi. En die heb ik ook, maar dan... Ja, de kleuren staan hier niet op of ik kan het niet lezen. Het is bijna dezelfde kleur, als het al niet dezelfde kleur is. Dan heb ik van NYX de Shape Love Loud. Ja, dat vind ik, deze vind ik dan te donker voor over heel mijn lippen. Maar wel mooi als gewoon lippotlood. Ik heb van Colourpop een Color Stick. Nou, dat vind ik gewoon geen mooie kleur. Dus die doe ik weg. Dan heb ik van Maybelline New York de Ultimate Matte Stilo. Ja, prachtig. Die bewaar ik heel graag. Dan heb ik van Colourpop de Glowing Up. Ja, dat is ook gewoon een mooie ding. Ik heb van de Green Edition van Maybelline heb ik ook zo'n stilo ding. Is een balmy lip balm heet het dan. Nou. Dit is eigenlijk ook een beetje roze voor mij, maar deze bewaar ik wel. En dan heb ik van Colourpop nog een Blotted Lip. Dat is deze. Ze zijn wat oranje op het beeld dan dat ze in het echt zijn. Auw, dat was mijn vinger. Dan heb ik van Revlon de Colorstay Ultimate Suede. Jeetje. En van NYX heb ik de Lingerie Push Up Long Lasting Lipstick. En daar zit ook een sharpener bij. En dit is Lace Detail. Dit is dan ook gewoon zo'n soort... Ja, gewoon een mooie neutrale kleur. Eigenlijk zou ik die wel wat vaker moeten gebruiken. Ik heb van Max Factor een Lip Butter. Ja. Oh, in 118 met Dawn Dew. Die heb ik ook in 115 Creamy Caramel. Ja. Deze is prachtig. En omdat ik er meerdere van heb, doe ik die eerste weg. Nou, nee, dat hoeft toch eigenlijk niet. Dan heb ik een lippenstick van Colourpop in de kleur... Champ. Ja, heel mooi. Dan heb ik van Maybelline de Superstay Ink Crayon. En dit is...
Nummer 96. Oh ja, dat heb je als je hem aan de verkeerde kant openmaakt. Ook een mooie nude. Ja, het is allemaal nude. Die heb ik ook in de kleur. Hallo. Focus. Zestien, denk ik. Die is wat roziger, maar niet roze, maar wel wat roziger. Dan heb ik de Maybelline Ultimate Matte in de kleur ...639. Ja, ik hou van matte lippen. Daar kan ik niks aan doen. Dan heb ik nog een keer de NYX Push-Up Lashes. Nee, Push-Up Lingerie in de kleur Embellishment. Die heeft een wat meer mauve-roge ondertoon. Dan heb ik van L'Oreal de Matte Lip Crayon in 102. Die is ook wat rozig. Dan heb ik deze van L'Oreal in de kleur 001. Oh, dit moet je. Oh, dit is zo'n met zo'n pufje. Nee, dat vind ik helemaal niks. Dit moet je draaien. Dat vind ik helemaal niks. Die doe ik weg. En tot slot heb ik dan van Revlon iets wat ik niet meer kan lezen in de kleur 700. En dit is ook een soort lippenbalm product. Dit zijn een beetje de stilo-achtige producten. Zo. Dan heb ik hier een bakje en wat losse dingen van NYX. En ik had hier natuurlijk al wat NYX dingen in zitten. Maar ik heb nog meer van NYX. Ik heb een NYX lipstift in de kleur à la mode. Ja, dit is ook een nude. En ik heb een matte liquid lipstick. Ook in deze, dat is deze kleur, die wat donkerder. Dan heb ik. Is dit van NYX? Even hier aan mijn neus. Er staat van niets op waar die van is. Het is wel een hele. Het is een beetje rooierige kleur. Manifest heet hij. Maar. Nou, oké. Okay. Dan heb ik een This is Milky Gloss. En dit is. Niet te lezen. Goed. Even hier verder. Nou, dit is zo goed als doorzichtig. Deze heb ik ook in, volgens mij is dit Milk and Chocolate.
Cookies en Milk. Cookies en Milk is dit. Deze. Hele mooie gloss. Dan heb ik 4 butterglosses. Dit is tiramisu. Dat is deze. En die doe ik weg, want dit vind ik gewoon een te roze kleur. Dan heb ik hier Londen. Even een beetje hierheen met dat ding. Ja, deze, Londen. Dan heb ik Abu Dhabi. Het komt door de lamp, denk ik, dat al zo oranje eruit ziet. En dit is... Wat staat daar? Crème brûlée. Crème brûlée. Oh nee. Oh nee. Dit vind ik allemaal veel te roze. Zo. Die gaat ook weg. En dan heb ik een Smooth Whip Matte Lip Cream. En dit is de kleur... Ik heb gewoon ook de telefoon nodig... Om het te zien. Nou, ik kan het niet zien. Die vind ik wel donker hoor. Maar goed. En dan heb ik nog een mandje met gewoon echt random. Hierin zit een W7 lipstick in. In Naked Desire. Dit is een Charlotte Tilbury dupe. Maar ook qua verpakking. Dat is, hè. Dus volgens mij heeft meer een W7. Dit is een W7 Sweet Nectar lijn. In de kleur... In de kleur. Nou. Deze heeft een hartje aan de binnenkant. Dat is deze. Oh, die kan je ook niet helemaal indraaien. Dat vind ik niet handig. Dat is niet handig. Deze is ook van W7. Dit is de Lip Drench Ultra Glow Contour Color Balm staat er. Die moet je zo klikken. En dan krijg je een heel licht kleurtje. Dat is mooi. Dit is de Wet n Wild Cloud Pout. En ik weet niet wat voor kleur dit is. Dit ziet eruit als ook een soort whipped formule. In een mooie neutrale kleur. En dan heb ik nog een glossje van de Wet n Wild Blooming. En dit was dan de meest roze. Of ik weet niet, überhaupt niet of er meerdere waren. Maar dit geeft zo goed als geen kleur. Alleen maar glim. Dit waren de restantjes die ik had. Hierna zijn alleen de lippotloden. Maar wat ik al zei, die ga ik niet doen. En dan komt er dus nog eentje met... Ach, god, zit ik weer af te geven. Van de week had ik een wit t-shirt aan. Toen zat ik ook helemaal onder. Even mijn armen zo doen. Alleen de oog make-up komt nog. En dat ga ik gewoon boven, denk ik, laten zien. Een beetje in de la. Ik ga niet alle paletjes openmaken. Want alle paletjes zijn
een variant van Newt. En misschien doe ik het wel en misschien doe ik het niet. Ik weet het nog niet precies. Maar dat komt omdat ik vandaag gewoon een beetje uit mijn doen ben en ik weet helemaal niets precies. Ik ga helemaal niet zielig doen, want het is een deel van het leven. En het hoort er een beetje bij. En hij was al oud. Maar goed, daarom zitten we er wel even mee deze week. Dus vandaar dat dit even een raar videootje was. Maar ik wilde toch wel even deze online zetten voor jullie. Omdat, dat heb ik beloofd. En wat je belooft, moet je doen. Dus bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Fijne dag verder. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Doei!